Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Door de Bijbel, intro bij uitzending 624. Ik vind het tof dat u vandaag weer naar ons luistert. We denken in uitzending 624 na over een aantal psalmen. Voordat Patrick begint met Psalm 56, kijken we nog heel even terug naar de vorige aflevering, waarin Psalm 52 tot en met 54 aan bod kwam. Psalm 52 staat in groot contrast met de vorige. In Psalm 51 staat berouw en de vergeving van de Heer centraal. In deze psalm gaat het over een bijzonder hoogmoedig mens, die volhard in zonde. Hij vertrouwt op zijn rijkdom en geeft de Heer geen plaats. Hij kent geen berouw, en daardoor loopt het uiteindelijk slecht met hem af. Daarmee is er een eenheid in de boodschap van beide psalmen. Om met God verzoend te worden, is berouw en de vraag om vergeving noodzakelijk. Anders volgt het oordeel. Psalm 52 wordt ook wel betrokken op de tijd van de antichrist. De volgende psalm, 53, is bijna identiek aan psalm 14. Psalm 54 is opnieuw een gebed om hulp. David gebruikte het gebied rondom Zif om zich schuil te houden voor Saul, maar werd door de plaatselijke bevolking verraden. Ook in deze moeilijke tijd strekt hij zich uit naar de Heer. Van hem verwacht hij zijn kracht. In Psalm 55 komt het thema verraad naar voren: verraad van een goede vriend, van iemand met wie David ook op geloofsgebied samen optrok. Dat maakt het zo moeilijk voor hem. Van een vreemde zou het nog te dragen zijn, zegt David. Maar van een vriend doet het ontzettend veel pijn. Het doet denken aan het verraad van Judas, die zo dicht bij de Heer Jezus leefde en zich uiteindelijk helemaal tegen hem keerde. Het laatste deel van de psalm eindigt echter vol vertrouwen op de Heer. Want dat staat vast: mensen kunnen ontrouw zijn, maar God is altijd trouw. De psalmen die we vandaag gaan bespreken, 56 tot en met 60, zijn bekend als de Michtam-psalmen, omdat ze met het woord Michtam beginnen. Het lijkt te gaan om kostbare liederen, al is de uitleg van het woord niet zeker. De herziende Statenvertaling vertaalt het met een gouden kleinood. Het begrip kleinood verwijst in de tegenwoordige betekenis naar een klein kostbaar voorwerp, vaak een sieraad. Al deze psalmen hebben ook een profetische ondertoon. Tussen de historische, Davids ervaringen en de profetische. Israëls ervaring in de toekomst is voor ons vandaag een echte boodschap. Want al de psalmen hebben een boodschap voor ons eigen hart. Psalm 56, vers 1. Een gouden kleinood van David, voor de koorleider. Op, duif op, verre eiken. Toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. David is een groot gevaar. De goddelozen staan aan alle kanten. Maar door het alles heen bevrijde God hem. De historische achtergrond van deze psalm heeft te maken met de Filistijnen die David in gat oppakten. De geschiedenis is te vinden in 1 Samuel 21. Toch is Psalm 56 algemener van aard dan men naar aanleiding van het opschrift zou vermoeden. Psalm 56 versen 2 tot en met 5: Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de bestrijder. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want ik heb veel bestrijders. O Allerhoogste: Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U. En God prijs ik zijn woord. Op God vertrouw ik. Ik vrees niet, wat zou een schapsel mij kunnen doen? David ervaart grote weerstand van zijn vijanden en vraagt de Heer om hulp. In de dreiging verliest gij zijn vertrouwen op God niet, want David geeft wel toe dat hij bang is, maar hij vertrouwt erop dat de Heer voor hem zal zorgen. Kun je tegelijkertijd vrees en geloof hebben? In 1 Johannes 4, vers 18 staat: Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Ik hoop dat dit sommigen zal bemoedigen. Je kunt geloof hebben en nog bang zijn, maar volmaakte liefde drijft de angst uit. Laat liefde ook jouw angst verdrijven. Psalm 56, versen 6 tot en met 12. De hele dag verdraaien zij mijn woorden, al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij scholen samen, zij verbergen zich, zij letten op mijn voetstappen, omdat zij loeren op mijn leven. Zouden zij bij zoveel onrecht vrij uitgaan, stort de volken neer en toren, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen op de dag dat ik roep. Dit weet ik dat God met mij is. In God prijs ik het Woord. In de Heer prijs ik het Woord. Ik vertrouw op God. Ik vrees niet. Wat zou de mens mij kunnen doen? David doet een beroep op de hemelse registratie. Hij had ervan uit dat zijn klacht en zijn tranen door de Heer worden opgemerkt, opgetekend en bewaard. Ook vandaag bij ons zien we dikwijls hoe onzorgvuldiger er wordt omgegaan met het verdriet van mensen, hoe achteloos er wordt geluisterd naar de verhalen van mensen. Er wordt al heel snel gezegd dat je maar moet loslaten wat er gebeurd is. Misschien herken je dat wel uit jouw eigen leven. Je wil je verhaal kwijt, maar niemand wil luisteren. Maar hier zien we hoe God met verdriet omgaat. Hij gaat niet oppervlakkig met ons verdriet om, maar Hij neemt het verdriet en de pijn van zijn kinderen serieus. Wat is dat ook een bemoediging voor ons? Soms is er bijna niets meer om voor te danken. Maar dan is er tenminste dit om voor te danken. Dat God het heeft gezien. Hij heeft oog voor ons. Hij heeft oog voor jou. Psalm 56, versen 13 en 14. O God, op mij rusten geloften, aan u gedaan. Ik zal ze aan u met dankzegging nakomen. Want u hebt mijn ziel gered van de dood. Hebt u niet mijn voeten voor struikelen behoed? Zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen in het licht van de levenden. David zegt als het ware... Ik wil voor Gods aangezicht wandelen, zodat ik niet weer uitglijd. Voor zover ons verteld is, gleed Hij na zijn grote zonde ook niet weer uit. Vandaag wordt ons voorgeschreven om in de Heilige Geest te wandelen. In Galaten 5, vers 16 staat, maar ik zeg, wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. God heeft ons meer dan een wandelstok gegeven. Hij heeft ons de inwoning van de Heilige Geest gegeven. Wandelen in de Geest betekent geheel en totaal afhankelijk zijn van de Geest van God. Ik verwijs graag naar de uitzendingen over de Galatenbrief om daar meer over te weten. We gaan verder met Psalm 57. In vers 1 staat: "Een gouden kleinoot van David voor de koorleider: Op, richt niet te gronden, toen hij voor Saul vluchtte in de grot." Na de gebruikelijke inleiding wordt verwezen naar een mogelijke melodie van een bestaand lied. David bracht tijd door in de grotten langs de Dode Zee bij Engedi. Het ligt onder het zeeniveau en is in de zomer een zeer warme plek. In de winter is het een heerlijk oord. Het is een ruig gebied. De grot van Adulam ligt ook in die omgeving. Het is de mening van veel uitleggers dat deze psalm verwijst naar de grot van Adulam, waar David mediteerde over veel van de psalmen die hij dichtte. Psalm 57, vers 2: Wees mij genadig, O God. Wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen. Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik weet niet hoe het met jou is, maar mijn gebed is hetzelfde als van David. O God, wees mij genadig. Ik wil graag dat God me genadig is. Ik wil niet dat hij met mij rechtvaardig is. Als gij dat is, dan krijg ik straf. Ik wil dat hij naar mij toe barmhartig en genadig is. Gelukkig is gij dat soort God, rijk in barmhartigheid. Hij heeft genoeg voor mij en ik ga heel veel van hem vergen. Maar er zal ook voor jou genoeg zijn. Psalm 57, versen 3 tot en met 12. Ik roep tot God, de Allerhoogste tot God, die zijn werk aan mij voltooien zal. Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij verlossen. Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken. God zal zijn goedertierenheid aan zijn trouw zenden. Mijn ziel verkeert te midden van leeuwen. Ik lig tussen mensen die verzengen als vuur. Mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn, en hun tong een scherp zwaard. Verhaf u boven de hemel, o God. uw eer zij over de hele aarde. Ze hebben een net gereed gemaakt voor mijn voeten. Mijn ziel werd neergepogen. Ze hebben een kuil voor mij gegraven, maar zij zijn er zelf middenin gevallen. Mijn hart is bereid, O God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen, ik zal psalmen zingen. Ontwaak, mijn eer, ontwaak, luid en harp. Ik zal de dageraad doen ontwaken. Ik zal u loven onder de volken, heren. Ik zal voor u psalmen zingen onder de natiën. Want uw goedertierenheid is groot tot aan de hemel, uw trouw tot de wolken. Verhef u boven de hemel, O God, uw eer zij over de hele aarde. Wanneer we door angst overvallen worden, zijn we niet in staat om helder te denken en is het verleidelijk om impulsief te reageren. Maar degenen die op God vertrouwen, vragen Hem om genade. David zegt dat de boosheid verdwijnt omdat het geen echte basis heeft in de realiteit. Omdat de ziel eeuwig verbonden is met God, zullen we veilig zijn wanneer we Gods genade zoeken. Maar als we ten volle accepteren dat God de wereld regeert, dan moeten we erop bedacht zijn dat het alleen Zijn wil is dat we moeten verlangen en dat ons doel is in de wereld. Degenen die verraad plegen, leven in een wereld die slechts een façade is. Hun wereld is niet echt. De echte wereld is Gods wereld, waarin waarheid en vriendelijkheid voor eeuwig aanwezig zijn. We gaan verder met Psalm 58. In vers 1 staat: Een gouden kleinoot van David, voor de koorleider. Op, recht, niet te gronden. Ook deze psalm is van David. Hij bidt in deze psalm dat er zes vernietigingen zullen komen over zijn vijanden. Er zijn er die zeggen dat een christen zo niet kan bidden. Dat klopt, maar David is onder de wet. Dus vraagt hij om gerechtigheid. Psalm 58, versen 2 en 3. Spreekt u werkelijk recht, raad van rechters? Oordeelt u billijk, mensenkinderen? Veel eer bedrijft u onrecht in uw hart. Uw handen wegen geweld af op de aarde. De raad van rechters wordt aangesproken. In het Hebreeuws staat er Elam, wat ook kan vertaald worden met Terebinten of Goden. Deze machten worden aangesproken op de wijze waarop ze recht spreken over mensen en gebieden die hun zijn toevertrouwd. David spreekt deze machten bestraffend en ook op profetische wijze toe. Want ook wij leven in een wereld waar veel onrecht is. Maar de dag gaat komen waarop de Heere de rechters zal oproepen om hun rapportage in te leveren. Psalm 58, versen 4 tot en met 6. De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder. De leugenaars dwalen vanaf de moederschoot. Ze hebben vurig vergif. Het lijkt op vurig slangengif. Zij zijn als een dove adder die zijn oren dichtstopt, die niet wil luisteren naar de stem van de bezweerder. Van hem die kundig bezweringen doet. David spreekt hier niet meer tot de machtigen of goden, maar over goddeloze mensen. De slechtheid van deze mensen wordt op verschillende manieren beschreven. Het komt erop neer dat zij Gods wegen niet willen volgen. Psalm 58, versen 7 tot en met 12: O God, breek hun tanden in hun mond. Breek de hoektanden van de jonge leeuwen stuk, heren. Laat hen smelten als water. Laat hen wegdrijven. Legt gij zijn pijlen aan? Laat ze zijn alsof ze afgebroken zijn. Laten zij vergaan als een smeltende slak. Laat hen als de misgeboorte van een vrouw de zon niet zien. Voordat uw kookpotten de doornstruik voelen, zal hij hen als een brandende toorn levend wegvagen. De rechtvaardige zal zich verblijden als gij de wraak ziet. Hij zal zijn voeten wassen in het bloed van de goddeloze. De mens zal zeggen: "Ja, er is loon voor de rechtvaardige. Ja, er is een God die op aarde recht doet." Psalm 58 is niet beperkt tot een bepaald land. Het kwaad is in alle landen aanwezig. De God van Israël is zo machtig dat gij recht zal doen op de hele aarde. Profeten als Jezaja, Jeremia en Zacharia werken dit thema verder uit. We gaan verder met Psalm 59. In vers 1 staat: Een gouden klein van David voor de koorleider op niet te gronden, toen Saul dienaren gezonden had om het huis van David te bewaken en hem te doden. De aanleiding voor het schrijven van deze Psalm is te vinden in 1 Samuel 19. Psalm 59 versen 2 tot en met 18. Rat mij van mijn vijanden, mijn God. Zet mij in een veilige vesting voor wie tegen mij opstaan. Rat mij van wie onrecht bedrijven. Verlos mij van de mannen van bloed, want zie, zij leggen een hinderlaag voor mijn ziel. Sterke mannen scholen tegen mij samen, heren, zonder overtreding of zonde van mijn kant. Zij komen aansnellen en maken zich gereed, zonder misdaad van mijn kant. Word wakker, kom mij tegemoet en zie. Ja, U, heren, God van de legermachten, God van Israël. Ontwaak om al deze heidenvolken te straffen. Wees niemand genadig van wie trouweloos onrecht bedrijven. Tegen de avond keren zij terug. Zij grommen als honden en trekken de stad rond. Zie, hun mond vloeit over, zwaarden komen van hun lippen. Want, denken zij, wie hoort het? Maar u, heren, u lacht om hen. U bespot alle heidenvolken. Tegenover zijn macht wacht ik op u. Want God is mijn veilige vesting. Mijn goedertieren, God zal mij te hulp komen. God zal mij op mijn belagers doen neerzien. Dood hen niet, anders vergeet mijn volk het. Doe hen rondzwerven door uw kracht. Werp hen neer, heere, Ons schild, om de zonde van hun mond, om het woord van hun lippen. Laat hen gevangen worden in hun trots, om de vervloeking en om de leugen die zij vertellen. Vernietig hen in uw grimmigheid. Vernietig hen, zodat zij er niet meer zijn. Laat hen weten dat God heerser is in Jacob. Ja, tot aan de einden der aarde. Laat hen dan tegen de avond terugkeren. Laat hen grommelen als honden en de stad rondtrekken. Laat hen zelf rondzwerven op zoek naar voedsel. Laat hen overnachten, al zijn zij niet verzadigd. Ik echter zal van uw macht zingen en smorgens vrolijk zingen van uw goedertierenheid. Want u bent voor mij een veilige vesting geweest. Een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde. Voor u, mijn kracht, zal ik psalmen zingen. Want God is mijn veilige vesting, mijn goedertieren God. We zien in deze psalm David weer door zijn vijanden omringd. Zoals typerend is voor hem, besluit hij met een uitdrukking van geloof en vertrouwen in Gods bevrijding. Ook wij mogen weten, God zal degenen die van hem zijn, niet in de steek laten. Tot slot lees ik psalm 60, versen 1 tot en met 14. Een gouden kleinoot van David, ter onderwijzing, voor de koorleider. Op de lelie van de getuigenis toen hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba. En Joab terugkwam en de Edomieten versloeg in het zuiddal, twaalfduizend man. O God, u had ons verstoten, u had ons verbroken, u bent toornig geweest. Keer terug tot ons, u hebt het land doen beven, u hebt het gespleten. Genees zijn breuken, want het wankelt. U hebt uw volk een harde zaak doen zien, u hebt ons bedwelmende wijn laten drinken. Maar nu hebt u een banier gegeven aan wie u vrezen. Om die op te heffen als teken van de waarheid, opdat uw beminden gered worden. Verlos door uw rechterhand en antwoord ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom. Daarom zal ik van vreugde opspringen. Ik zal Zichem verdelen. Het taal van Zukot zal ik opmeten. Gilead is van mij. Manasse is van mij. Ephraim, de bescherming voor mijn hoofd. Judah is mijn wetgever. Moab is mijn waskom. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juich over mij, Filistea. Wie zal mij brengen in een versterkte stad? Wie zal mij leiden tot een Edom? Zult u het niet zijn, o God, die ons verstoten had en niet met onze legers uittrok, o God? Geef ons hulp uit de benauwdheid, want heil van een mens te verwachten is nutteloos. Met God zullen wij krachtige daden doen. Hij zal onze tegenstanders vertrappen. Ook deze psalm laat ons zien wat ons te doen staat wanneer we tegenstand en problemen ervaren. We moeten geen vertrouwen stellen op menselijke kracht. Overwinningen op de tegenstanders zijn alleen te bereiken door Gods bijstand. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.